De Buitenploeg, met vele deelnemers uit verschillende dorpen en steden. Waaronder natuurlijk ook Benschop. Met als coach Kees Mulder junior. Hey Kees! Kees fietst naar Montfort. Oh, nee, toch naar Schoonhoven. Dit is typisch Kees. Altijd behulpzaam en correct. En altijd over de medemens. Hey, daar hebben we Bob weer. Deze keer als nepagent. Nou Kees, je mag een oog hebben voor de medemens, maar dit busje valt wel erg op. Hey Bob, Bob, opschieten. We zijn bezig met een controle in verband met rijwielen en zo. Ja. Mag ik uw rijwiel even controleren? Ja. Ja? Kan ik hem even op de standaard zetten? Goed, dat is een mooi karretje. Ja. U weet hoe lang het witte achtersportbord moet zijn? Ik heb deze fiets denk ik 1,5 jaar. Dus ik neem aan. Ja, nee, maar dat, dat maakt ons natuurlijk verder niet uit. Ja. Zou je hem even kunnen opmeten voor mij? De bel, die wil ik even horen van u. Zou u dat even kunnen doen? Ik weet het niet. Ik moet even 10 meter hier vandaan. Moet u het nog een keertje doen? Ja, het moet iets harder, want anders hoor ik het niet. Ja, het probleem is namelijk met die bellen. Die bellen moeten zeker op 10 meter afstand te horen zijn. Nee. En als dat niet kan, dan is het een probleem. En de remmen, doen die het goed? Ja. Wil die even een duwtje geven en dan remmen? Ja. En het voorwiel, ik ga even draaien het voorwiel. Dat loopt niet echt soepel. En remt u eens even. Wil je nog een keer draaien? En de achterkant, als je even op wilt tillen en even wilt draaien. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel tijd, want ik ga slapen. We zijn zo klaar, meneer. Dat is geen probleem. Dat doet niet goed, hè? Deze rem blijft aan de schaam. Ja, het is. Ik rem dus meestal voor, hè. Nou, daar zit hij dus helemaal vast. Ja, maar zo kunt u natuurlijk niet fietsen, hè? Ja, daar praat ik niet. Ik vind het toch wel goed dat we even aan het controleren zijn, want dit kan natuurlijk niet. Ik ben er al 2 keer mee terug geweest bij die fietsenmaker. Ja? Want deze rem die blijft af en toe hangen. Ja. Ja, maar je kan hier natuurlijk niet mee fietsen gaan, meneer. Ik vind alles goed en wel, maar je kunt niet gaan fietsen met een rem die waarbij je hele achterband blokkeert. Maar als die er eenmaal doorheen is, dan doet hij het wel. Ja, maar meneer, als u plotseling moet rennen en of u moet plotseling doorrijden en u blijft stilstaan. Ja, ik weet het, maar daarom ben ik er ook al een paar keer mee terug. Kom toch eens even hierheen. Ik vind dat toch niet goed hoor.
vind dat toch een probleem. En daar ben je al mee terug geweest? Ja, ik ben er al 2 keer mee terug geweest. En ik ga er nog wel een keer terug, want dat mag natuurlijk niet. Nee, dit kan toch niet? Nee. Ogenblikje, denk ik dat ik alleen sta hier. Flauwekul. Ja, hier Koopman, 1202. Kunnen jullie eventjes komen? Over. We komen meteen. Waar heb je het arrestatieteam? Het arrestatieteam. Krijg ik nou de groep mee? Hoi. Wij komen jullie groeten doen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Ja, de camera. Mooi ingetuigd. De gevolgen zijn meteen al te zien. Nee jongens, dat lukt niet meer. Krijg nou wat. Of toch misschien. Kees heeft het nu wel gehad. Kees! Kees!